soorten kunststof natuurlijk. Deze werkt op 220 graden. Ja, deze staat op 230. Hier is een lijstje van veel voorkomende kunststoffen, waarbij je moet zeggen PE en PP is al meer dan de helft van alles. En zeker als je zo verpakkingen hebt. Ja, en bovendien aan een product kun je het meestal herkennen. Hè. Dus zeg maar, een jerrycan is altijd typisch ergens van gemaakt. En een shampoofles is altijd typisch ergens van gemaakt. Ja, maar dat weten jullie? Ja, we hebben er ook wel, we hebben ook wel sheets van. De flessen, staat zo'n tekentje. Dat er een driehoekje op zit en meestal zit er een getalletje in. Of een PP of PE of zoiets. Ja. En dan kun je het sorteren. We hebben van die materiaalbladen gemaakt. Waarin je nog andere hulpmiddeltjes kan zien. Van zinkt het of drijft het en allemaal van dat soort. En wat dan typisch processing temperaturen zijn. Oké. Maar ook om aan te geven dat de meeste gangbare kunststoffen, die gaan gewoon lekker snel drie mee. Ja, dank avec le 220 degrés. La majorité des plastiques vont fondre. Il y a une exception importante, PET-flessen. PET-flessen, ja. Le bouchon, ça est PE ou PP, mais la bouteille, on ne peut pas processer, kun je niet smelten. Nee. Met deze temperatuur. Dus die moet je hier niet gooien. Vetflessen zijn toch de frisdrankflessen? Ja. Dat heb ik wel. Die meetkast. Dit is gemalen, gemalen recycled plastic. In ons mobiele fabriekje hebben we in Arnhem hebben we een shredder staan. Die gebruikt, of daar is dit mee geschredderd, laat ik zo zeggen. Ja. Wat wel interessant of nuttig is om te weten, dat we natuurlijk ook dit. Ja. Dit sample materiaal. Er is natuurlijk een hele recyclingindustrie in Nederland al. En dit kun je gewoon kopen. Zet je als je het aardig hebt gekregen. Maar. Dit hebben we niet zelf gemalen. Hadden we kunnen malen. Hadden we het nog mooier gehad. Want dit is wat mooier, wat fijner. Wat zei je, PP? Dit is PP toevallig. Polypropyleen. Polypropyleen. Ik heb ook polyethyleen. Het is vaak zwart, waardoor het een ander mengsel is van kleuren. En dat is het harde plastic dus? Als je het vertaalt naar... Hard plastic bestaat eigenlijk niet. Hard plastic wordt zacht als het dun is. Dus folie is vaak eigenlijk ongeveer hetzelfde, alleen dan heel dunwandig. Wat dat? En schramalen wordt het fluffy. Gemalen folie. Heb ik hier ook wel eens een voorbeeldje van gemalen folie liggen. Oh, dat is helemaal niks. Le sachet. Oké. Mooi. Oké. Dan moet je vaak een mix doen dus, om een product te kunnen maken. Ja, dat doen we. Gewoon mixen, dat doen we. Premier matière, d'accord. Pour granulé, c'est plus facile avec plastic grave, of hoe moet je zeggen, dikke plastic. Duur, oui. Et aussi pour processer, om te verwerken in die... Zo is het ook fijn om gemengd te hebben. Ja, ik voel toujours le mix. Ja. Granulé, wat betekent dat? Granulé, malen. De korreltjes. Malen. Oh ja, oké. Vermalen. Wat was het eten? Broyer, c'est ça, le broyeur. Voilà. Broyeur. Broyeur. C'est ça. In Maliade is het ook elke keer over broyeur. Ja, oké. We zijn er. We hebben ook een sani broyeur in Nederland. De sani broyeur. Dat is een maler achter een wc. Als wij geen begeleiding naar beneden hebben. Ja? Achter elke deur zijn die brailleurs. Toch een tijd op de show. Ja, dat kan ik het ophouden. Ja.